En ik ook nog wel wat, maar ik heb wel meer. Excuus jongens. Ergens ben ik gewoon moe. Ja, en dan krijg je dit gewoon eventjes een lekker lui dagje. Nou ja, dus jullie zullen niet zo heel veel gauw van de andere dingen zien. Ik heb stokjes, alleen hoe ik het moet doen weet ik niet. Wat doe je allemaal? Ik heb hem vast, kijk. Heel goed. Hele goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. We zijn al een tijdje wakker. Ja, de hele tijd. Mijn naam is Karin Stammel van der Werf. En dit is mijn man, Roderick Stammel van der Werf. Au. Het is vandaag vrijdag 19 juni. En het is 2 uur klokslag. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier met alles wat we gaan doen. Komt goed. Ja, er is weinig gevolgd vandaag. Ik lig gewoon weer even op bed, want ik ben gewoon moe. Jep. Roderick die heeft de hele dag school gehad via de pc. En toen ging ik zowat liggen. Dat is ook niet de bedoeling. Nope. En ja. Een beetje woorden gehad vandaag. Maar ja, dat hoort er ook bij. Het gewoon niet begrijpen van elkaar. En dat is ook deels door en door het... leeftijdsverschil, wat we hebben, maar dat komt allemaal wel goed. En Roderick is ook gewoon druk bezig met zijn studie en dat en daar. En daar zit ook heel veel kopzorgen in. En hij weet niet of hij dus door kan in deze tijd en of hij wel een vast contract krijgt, et cetera. Maar ja, dat is allemaal gissen bij hem. En hij is echt zoiets van, ja, krijg ik het wel, krijg ik het niet? En dan gaat hij weer nadenken in prestaties. En stel, hij krijgt geen vaste baan. Hoe moet hij dan weer rondkomen? Dat is echt gewoon een denker. En ik heb zoiets van, ja, weet je, dat en het komt wel goed. En ik help je er wel weer bij. Maar ja, je weet het toch nooit. Maar ja, dat is Roderick. En zo denkt hij. En daar moet ik ook nog steeds een beetje mee leren omgaan. Maar dat komt wel echt. En ja, we gaan gewoon lekker vanavond lekker uit eten bij restaurant samen. Ik ga daar niet weer een apart vlog over maken. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel weer eventjes gewoon laten zien. Ja, hoe wij het gewoon weer ervaren. Nog steeds met 30 man, helaas. Het is volgende maand weer gewoon 100 man. Dus even kijken of het menu ook al is aangepast. En we nemen gewoon eventjes voor de grap onze zakken aardappelkroketjes mee. Want die deden ze de vorige keer niet op en op 1 juni. Dus we nemen hem gewoon 1 zak lekker mee. Even kijken of ze gewoon... want daar heeft Roderick gewoon zin in. Dus even kijken of ze dat dus gewoon voor ons... onze eigen zak aardappelkroketjes willen bakken voor ons. En, het zou gewoon tof zijn. Dat is gewoon wereldrestaurant samen. En ik raad niet aan dat en dat iedereen dat gaat doen. Het is gewoon eigenlijk gewoon als grapje bedoeld. Dus, maar ja, dat gaan we dus wel maar gewoon lekker meenemen. Dus ja, het wordt waarschijnlijk gewoon een hele korte vlog. Maar ja, dat kan ook eens gewoon eens een keertje gebeuren. Ik ben ook niet helemaal lekker. Ja, ik ben wel lekker, maar ik ben gewoon heel erg moe. Dus ik ben gewoon ook wel weer blij dat het gewoon lekker weekend is. Dat ik gewoon even lekker aan mezelf kan denken. Ik ben gewoon weer lekker druk met theorie. Dus ja, lekker bezig. Zou ik gewoon zeggen. Ja. Daarom heb ik even jullie weer een beetje bijgepraat. Ja. En of Roderick is geslaagd. Ja, dat hebben jullie ook al lang en breed kunnen zien. Dus, en hij moet er nog alleen Nederlands doen. Dus dat is de 25ste tot de 26ste, weet ik veel. Mag niet liegen. Nee. Ergens. Ik zal zo even kijken in de agenda. Dan horen jullie dat zo meteen weer van mij. Komt goed. Ik ga nu even gelijk kijken. Nou, dat was het dus weer. Want ik zou het even nakijken in de agenda. Maar Roderick die heeft dus 26 juni een examen Nederlands. Ja, in Spijkenisse. Yep.
Dus het is even benieuwd hoe en wat en of hij dat ook gaat halen. Maar daar heb ik wel gewoon de vertrouwen in. Althans, hij heeft ook al de vorige examen ook gewoon gehaald. Met een 7 of een 8. Dat weet ik zo even niet meer. Maar hij heeft hem wel gehaald. Dus ja, daar ben ik gewoon super trots op. Dus ik ga er gewoon vanuit dat hij dus... Nederlands ook haalt, want ja, Roderick en ik denk dat gaat toch heel veel in het oud-Nederlands. En ik ook nog wel wat, maar ik heb wel meer... excuus jongens, ergens ik ben gewoon moe. Ja, en dan krijg je dit gewoon eventjes een lekker lui dagje. Nou ja, dus jullie zullen niet zo heel veel gewoon van de andere dingen zien. En, nou ja, en ook 26e staat er ook iets anders te verwachten. 25e? Nou ga ik even dingen door elkaar heen halen. Maar we krijgen de 26e. Dan is Roderick zijn examen. En de 25e, dat is op donderdag. Ja, het gaat allemaal zo lekker. Dan krijgen we hier dus een supermooi pakket binnen. Ik ga nog niet vertellen wat. Dat is wel superleuk. Ja, dus ik vind het leuk, Roderick vindt het leuk, dus, maar die gaan jullie zeker voorbij zien komen. Dus ja, ik heb het al de 13e, weet ik veel wanneer ik hem heb besteld, 13 april, nee dat kan niet. Maar ik heb hem wel, hoor mij, 13 april, jongens, zo moe ben ik, dus dat en dat ik gewoon dingen door elkaar heen ga halen. Maar ja, maakt niet uit. Komt wel goed. Maar hou ons YouTube-kanaal gewoon sowieso in de gaten. Want er komen gewoon weer leuke dingen aan. En we moeten gewoon weer eventjes in de feeling weer even terugpakken. Dus ja. Dus hou ons kanaal gewoon in de gaten. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan gewoon. Doe het blauwe duimpje omhoog. Laat gewoon sowieso een leuke reactie achter. Dat vinden we gewoon leuk. Nou, Roderick is even lekker aan het schrijven wat hij wil hebben, hè schat? Mm-hmm. Heel diep en geconcentreerd werk, heel diep. En niet al te veel, hè? Want je krijgt veel, hè? Dat weet je. Ja, daar heb ik een paar bijgeraakt, toch? Nou, en ik heb dit is al. Yep. En wat ze ook erg handig vinden tegenwoordig, dat is gewoon je tafelnummer erbij. Nou, en hoe toevallig hebben wij nu tafelnummeren? Zeker, ja. Yep. Nou, Roderick en die had zoveel trek en dat hij er gelijk al eentje op heeft gegeten. Lekker. Hebben we deze, lekker. Die heeft Roderick. En deze heb ik lekker zoet aardappelfriet. Yay! Nou, deze hebben we lekker samen aan het eten. Heeft lekker frietjes. Dit en dat. Alleen nou nog de saus, hè? Ja. Moeten we even vragen om de saus. Mm-hmm. Zo, lekkere sushi. Ja. Dit is lekker. Dankjewel. Dame is nog wel. Ja, ja. Is mijn man een dame geworden? Ja, oké. Okay, best. Prima. Ja, maar ik weet wie het zegt, schat. Scheelt weer. Oh, heerlijk. En dus jij bent een dame geworden, schat? Ja, bij de supermarkt ook wel, volgens mij. Bij de Jumbo. Gaat lekker. Ze hebben te veel gedronken of gezien. Nee, maar volgens mij ben je nog altijd een man, hoor. Ik moest nog wat langer laten groeien. Ja, echt, hè? Ja. En dan juist dit een beetje over de lip. Ja, precies. Ja, precies. Leo, bah, ja, hij hangt. Ik heb stokjes, alleen hoe ik het moet doen weet ik niet. Wat doe je allemaal? Kijk. Ik heb hem vast, kijk. Heel goed. Yummy. En, hoe is het met stokjes eten? Ja, wennen. Wennen. Je mag ook spiezen, hè, met stokjes. Ik snap niet hoe jij dat voor elkaar krijgt, schat. Nou, die onderste klem je gewoon vast. Doe eerst één stokje dan. Nee. En daarna leg je die tweede erbovenop. Hoe pak je het vast? Laat dat eens even zien. Eerst die ene en dan die andere.
Ja, die klem je gewoon aan vast. En die hou je vast met je duim en wijsvinger. Dat is een pincet. Je weet wel hoe een tekentang werkt? Nee. Dit is precies hetzelfde, maar dan zonder tekentang. Godsamme. Ik snap niet hoe het... Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Eén. Niet doen, dit moet ik zelf gaan leren. Ja, ik ga het je alleen even zien hoe ik het doe. Nee. Alleen dit is gewoon zo lekker glad, dus dat glijdt uit mijn... Wees blij dat je geen plastic stokjes hebt. Dat lukt je heel aardig. Hop. Mm. Lekker. Mm-hmm. Ja. Oh. Dat is mooi. Oké. Okay. Ja? Okay. Ik denk dat je het denk ik wel lekker vindt. Okay. Ze denkt het dat je het wel lekker vindt. Aardbeien, maar ik had wel aardbeien besteld, maar niet hè. En er zit een pitje in, dus jij met pitjes. Chinese aardbeien, schat. Zoet zeker? Mega zoet? Velletjes, nee, dat is niet niks voor jou. Niks voor jou. Niks voor jou. Kun je beter laten liggen. Het smaakt naar wijn. Het smaakt naar wijn. Ja. Deze lekkerder zeker. Kijk eens. Dank je. Nee, dat schiet inderdaad ook niet op, hè? Als het naar wijn smaakt voor jou. Nee. Ja. Oh, dit is lekker, mensen. Dit is lekker, 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 lekker. Geneltjes. Oeh, dit is lekker. Ja, hoe gaat het met jou? Prima. Prima, prima. Jazeker. Dat is mooi dat prima, prima, prima het gemeen met jou gaat. Ja, toch? Alleen je hebt het een beetje warm, zeker, of niet? Ja, een beetje wel, ja. Nou, dan moet ik dit even opeten op mijn gemakje. En dan moet ik dit nog lekker even opdrinken op mijn gemakje. Ook nog. Ga ik eens even lekker op mijn gemakje naar huis rijden en dan kan jij lekker op je gemakje naar huis lopen. Wat denk je daar? Ja, dat is prima. Ja? Vanaf de auto naar huis lopen. Heel... Ja, dat is goed. Dat is prima. Ja, nou, en toen was jij Chinese thee, toch? Ja. Dat is mijn thee, denk ik. Smaakt het? Prima. En ik heb lekkere Chinese thee. En ik heb nog een rode wijn. Ja. Blijf bezig. Dan mag je helemaal niet meer tegen het verkeer in over het fietspad rijden. Zonder rijbewijs mag dat niet. Ik rijd toch al niet, dus dat scheelt. Oh, okay. Jij hebt de rijlessen natuurlijk, maar dan wil ik geen wijn drinken. Als ik rijles heb en dan rijd ik wel, maar dan rijd ik niet over een fietspad tegen de richting in. Nee, toch niet. Nee. Je hebt ook geen wijn gedronken dan? Op dat moment niet, als ik rijles heb, niet, nee. En ik rij via flyover, dus ja. Scheelt ja. Ja. En ik slaap denk ik vanavond heel goed. Maar het is toch niet in dezelfde wijn als wat ik thuis heb. Lekker. Want deze is zachter en dan wat ik thuis heb. Nee, het is net zo vast. Het zit in een glas. Hè? Het zit in een glas, dus het is even hard. Steen, papier, schaar. Nou, Roderick denkt lekker slim te zijn, maar ik ga met de lift. Roderick dus gaat met een roltrap die dus lekker gezellig stilstaat. Maar ik ga lekker met de lift. Dat is handig. Het is al laat. Ik zal niet zeggen hoe laat.
3, 2, 1. Toen stond hij ook beneden. Wennen. Hey. Toen is hij al lekker op mij te wachten, schat. Ik stond heel lang op jou te wachten. En nou heel lang, dat is bullshit. 1,84 meter. Lekker buiten, dan ga ik even gillen met jullie samen. Samen? Ja, samen. Staat hier, 1,5 meter afstand, hyper distance. Ja, precies! Zo, het galmt een beetje. Mag dat? Wat? Ja, we zijn weer buiten! Joehoe! Vind ik leuk om dat te doen! Waar gaan we nou naartoe? Geen idee. Geen idee. Dus we gaan nou naar Den Helder? Ja, dat is goed. Dat is goed, zegt hij ook knap. Ja, maar dan moet je dus wel aan de hondjes uitlaten. En dan moet je dus nog naar rijden, hè? Dat is wat minder, ja. Dus dan maar morgen rijden? Als die trekhaak nou nemen. Kunnen ja? Hondjes achteraan een beetje lopen. De wat? Als we die trekhaak nemen, dan kunnen hondjes er een beetje achteraan lopen. Rijden niet al te hard. Ken je die? Dan doen we een klein rondje. Dan mogen ze in de achterbak. Ken je die? Doe de achterbak gewoon open, dan kunnen ze er achteraan rennen. Ken je die? Is dat broertje even jou in je zak, hè? In je broekzak. Ja, dat echt wel? Het is hier lekker buiten, mensen. En als je nou het zoekt naar dit restaurant, dat is aan de Brassekade, bij de Horenbach. Wat ga jij doen? Ga je raam open doen. Hè? Ik ga wat proberen of kijken of het lukt. Ja, dat lukt. Nee, aan de Brassekade nummer 13 uit mijn hoofd. Even uit mijn hoofd. En dan kom je dus uit. Hier. Kijk uit voor de deur. Bij deze wereldrestaurant samen in Den Haag. Dus mochten jullie willen uiteten, mensen, we doen het dan bij dit restaurant. Het is onwijs lekker. De service is goed. Echt supergoed in dit coronatijd. Ik zeg het niet vaak in mijn vlog. Dat weten jullie, want ik wil het daar niet over hebben. Maar in deze coronatijd is het gewoon super geregeld. Echt waar. Complimenten en voor de bediening. Want we hebben ook vandaag een heel groot applaus met de overige mensen die er nog waren. Super tof. We hebben een groot applaus naar de medewerkers gedaan die heel hard werken in deze tijd. Dus we zien jullie deze vlog. Het personeel. Jullie zijn toppers. Dus ga ze door. Want 1 juli, als jullie weer lopend buffet mogen doen, zijn wij zeker terug bij jullie. Dus tot 1 juli, mensen. We houden van jullie, want wij horen bij jullie familie waarschijnlijk. Ja, nou, wij zijn dus even net thuis. Ja. Wij hebben al de hondjes lekker uitgelaten. Een lekker grote blok gedaan. Ja, dat hebben ze ook ons kindje lekker verdiend. En nu was het niet zo warm. Dat scheelt weer. Eenmaal gelelijk, zou je altijd zeggen. Ja. Maar wij gaan deze vlog gezellig weer afsluiten. Samen, ja, samen. Vind je deze vlog leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe vooral een belletje aan, ook hier. Doe dan een duimpje ergens hier omhoog. En laat dan vooral beneden een leuke reactie achter, want dat vinden we onwijs leuk. En dan zeggen we altijd, tot morgen. Doei. Doei. Doei.